zondagochtend, middag. Maurits en Jan. Maurits is weer rond bij ons, want we hadden de vorige keer beloofd dat we hier nog even over door zouden praten. En toen we Jan wilde me graag nog even verder doorzagen. Dat wilde ik net zeggen. Toen we afsloten, toen stond Jan net op het punt om jou door te zagen, inderdaad. Dus Jan, ga je gang. Nou, Maurits, ik heb natuurlijk even tijd gehad om erover na te denken. En, in mijn tijd, zal ik maar zeggen, bestond homoseksualiteit niet, hè. Totdat ik op een keer een groepsleider tegenkwam. Seksualiteit bestond sowieso niet, hè, als je in een internaat woonde. Maar ben je al heel jong erachter gekomen dat je homoseksueel bent? Dat je op mannen valt? Nee, dat eigen. En ik zeg ook altijd, ik denk dat dat wel te maken heeft met ook de setting waarin ik ben opgegroeid. Ik ben, ik heb op speciaal onderwijs gezeten. En om dan te zeggen dat daar seksualiteit een ding was, nee, niet echt. In de zin van, dat was heel, je zou kunnen zeggen, in het onderwijs wat we het erover kregen, zat en, zeg maar, dat. Wat je met een mooi woord noemt, heteronormatieve. Dus ja. dat hetero's als uitgangspunt werden genomen. En het was gewoon, of de methoden die wij gebruikten, was gewoon bedoeld voor mensen zonder beperking. En ja, dan, ik bedoel, dat wiel moet je natuurlijk helemaal zelf uitvinden. En dat is wel iets waar ik op later altijd van heb gedacht van ja. Als we ook nog eens een keer een revolutie, want er is op het gebied van seksuele voorlichting, zeg maar, binnen het onderwijs, ook al best wel een tijdje een revolutie gaande, of in ieder geval pogingen daartoe, om in ieder geval wat meer diversiteit te krijgen in het curriculum, dan zou dit een hele goede zijn. Ook van, ja, hoe pak je dat überhaupt aan? Ik bedoel, er zitten allerlei dingen die voor mij betreft nog zou moeten ontrafelen. Dus ja, mijn eigen coming-out is best, nou, laat wil ik niet zeggen, maar ik ben er zo rond mijn 16e uit de kast gekomen als bi. En dat was een soort van tussenstap om uiteindelijk uit de kast te komen als homo. Wat wel vaker gebeurt. En ja, toen brak de grote tijd van heel onzeker experimenteren aan eigenlijk. In het kort kan ik dan wel, daar wel over zeggen dat die onzekerheid er nog altijd wel is, maar ik wel steeds duidelijker heb wat ik wel en wat ik niet zoek in de ander, zal ik maar zeggen. En om in te haken op hoe dat vorige week, of waar we vorige week eindigden. Ja. Heel kort is eigenlijk wat ik leuk vind aan iemand, is als iemand heel erg nieuwsgierig is. En dat maakt niet eens zoveel uit of dat nou precies is naar waar ik me in het dagelijks leven mee bezig hou. Dat is vooral geschiedenis. Maar meer, ja, een soort, je zou kunnen zeggen, een soort grondhouding. Van altijd afvragen van, dat je, ik zeg altijd, het is een beetje simpel gezegd misschien, maar dat je meer kunt bespreken dan het weer. Ja, dat je meer, ja, dat je, ja. Als je naast elkaar op de bank zit, dat je er meer te bepraten valt dan de twee dingen die je gedaan hebt vandaag. Dat is voor mij heel erg belangrijk. Wat een lage bar is natuurlijk, als je daar als dat het selecte criterium is. Dat je ook meer kunt praten dan het weer. Nou ja, Dat is natuurlijk simpel gezegd, maar een andere duidelijke is bijvoorbeeld dat iemand een beetje mee kan praten met wat er in de wereld gebeurt. Ja, ja, ja. Dat je het ook daar met elkaar over kunt hebben. En ook niet altijd met elkaar hoeft eens te zijn, zeker niet. Maar dat wel ook een wezenlijk onderdeel is van de relatie, zal ik maar zeggen. Dat je het over wezenlijke dingen in het leven kunt hebben. En wat ik me afvraag, Maurits, ik heb er ooit met Jan wel vaak ook over gehad, en ook wel met andere mensen die in een handicap
hebben of in een internaat hebben gezeten en speciaal onderwijs. Jij en ik hebben ook allebei op speciaal onderwijs gezeten. Ja. En bij mij was er, ik durf het niet te vergelijken met een coming out, maar het voelde wel zo dat je in één keer beseft, het kwartje valt, oh shit, ik zit in een rolstoel en de wereld reageert anders op mij. Heb jij ook zo'n moment gehad? En wat eigenlijk betekent dat je twee coming outs hebt? Ja. En in welke volgorde? Vroeg ik me aan. Nou, ik denk dat ik eerst wel bewust ben geworden van het feit dat je, zeg maar, anders bent vanwege de beperking, zeg maar. Mm-hmm. Ook omdat je dat natuurlijk heel... En ik zou zeggen, als je het zeg maar, die twee met elkaar vergelijkt of tegenover elkaar zet, is die coming out vanwege het zitten in een rolstoel, is een langzame coming out. Omdat je dat al meekrijgt vanaf het moment dat je jong bent. Ja. En dan is het nog heel onbewust. Hè? Want het is eigenlijk dat... vind ik altijd wel grappig. Op een bepaalde leeftijd krijgen kinderen vaak te horen van... Ja, vraag het maar niet. Ga er niet direct op in. Er zijn een aantal jaar in je kindertijd dat wel vrijelijk wordt besproken. En het is dan ook grappig, en dat vind ik ook heel belangrijk, van hoe, ik vind dat ook iets voor het onderwijs, van hoe leerkinderen die een beperking hebben, goed hun beperking uitleggen. Ja. Mm-hmm. Want dat is ook nog een soort van drempel die je over moet. Van, je moet als kind maar net de woorden vinden om aan andere kinderen uit te leggen wat er met je aan de hand is. En ik kan me ook voorstellen, maar ik wil het zeker niet voor je invullen, maar van mijn vriendin leer ik heel erg, zeg maar, dat seksualiteit wat iets lichamelijks is. Handicap wat altijd lichamelijk is. Ja. Natuurlijk iets. Je bent heel erg anders met lichamelijkheid bezig dan een gemiddeld mens. Is dat ook wat jij heel erg ervaart? Zie je het als één ding? Seksualiteit en handicap? Op een bepaalde manier wel. Ik vind het heel mooi dat je dat zo zegt. Want we hebben het ook in het licht van wat er de laatste tijd in het nieuws is geweest. Nu vaak over, of er is in de community, zeg maar, in de LGBT-community is nu een beetje de discussie losgebroken over consent. Over dat je dingen doet met wederzijdse toestemming. Mm-hmm. En door mijn handicap ben ik min of meer ook toe gedwongen om heel duidelijk te zijn van jongens, dit gaat wel en dit gaat niet. Dus het zit bij mij, zeg maar, is dat altijd top of mind als ik als ik intiem met iemand ben. Mm-hmm. Van ik moet zorgen dat ik mijn grenzen bewaak. En natuurlijk... Van je consent bedoel je? Precies. En niet alleen dat, maar dat heeft ook een andere kant. Dat het juist ook heel spannend kan zijn als je met wederzijdse toestemming juist de grens kan gaan opzoeken. Juist kan kijken van wat, op wat voor manier dan ook, van wat is er, hoe zou ik het zeggen? Wat is er binnen die grenzen of kunnen we die grenzen samen oprekken? Dat vind ik, dat is de andere kant van die beleving, zeg maar. Ja, ik herken dat trouwens wel, hè? Want ik bedoel, ik breek makkelijk iets, dus wij doen het als egeltjes, zal ik zeggen, heel voorzichtig. Dat zijn ook afspraken die je met elkaar moet maken. Ja. Maar wat ik me wel afvraag, kijk, binnen de homobeweging, toevallig heb ik daar ook nog wat kennis zitten, daar is schoonheid en... een heel erg belangrijk item. Nou ben je een knappe vent, hè? Dus aan je kop valt niks af te zien. Maar speelt dat nou ook mee met contact liggen? Jazeker. Omdat veel, zeg maar, ja, nu met corona is het natuurlijk sowieso allemaal online. Maar veel van mijn contacten gaan online. Ook omdat veel plaatsen, zeg maar, in community jargon noemen we dat community spaces. Dus dat zijn gay bars, het is een COC. Zeg maar alle plaatsen waar je mensen zou kunnen ontmoeten. Je merkt sowieso dat jonge homo's
en zeg maar, of eigenlijk breder, jonge LHBTI'ers daar minder behoefte aan hebben. Hè? Dus die komen al minder in dat soort bars. Maar voor mij, zelfs dan zou ik willen, veel van die bars zijn niet roze toegankelijk. Zeg maar, gewoon niet. Daar wordt niet over nagedacht, want het, ja, het is een soort, dat is een soort blinde vlek. En dat is niet, niet om nou heel erg te gaan afgeven op die mensen, maar het is vaak met dit soort dingen, je moet het eerst leren kennen, om er, dus mensen met een beperking leren kennen voordat je er iets aan gaat doen. En er zit wel een bijzondere geschiedenis aan vast, want om heel kort te vertellen, in de jaren, even kijken, ik geloof 95 of 96 waren in Amsterdam de Gay Games. Dus een heel veel, zeg maar, gay-specifieke horecagelegenheden wel aangepast. Maar die aanpassingen zijn vervolgens in de jaren daarna gewoon uit de panden gesloopt. Wow, echt waar? Ja. Grote plankjes gewoon en dan weer weggehaald. Als die ja. Ik heb voor in de beschrijving wel een mooi verhaal hierover. Nina Little heeft een verhaal geschreven voor Displays over specifiek dit. Ook omdat op de Gay Games waren ook Paralympische sporten. Wat ook al best bijzonder was. Ja. Over dit hele ding. Dat er dus wel aanpassingen zijn gemaakt, maar dat die aanpassingen vervolgens zijn gesloopt. Dat is een van de, zeg maar, ja, kernen van het stuk. Bizar. Ik vind het denk ik bizar om te horen.